Nou, ik zit naast Bas en we zijn er net achter gekomen dat, dat we al 5 jaar lang samenwerken. 5 jaar, ja. Maar je bent acteur. Maar ik heb jou gevonden omdat jij je ook liet zien als docent, regisseur. Dus dat is natuurlijk veel, veel omvattender wanneer je in deze beroepsgroep zit. Want zowel het spelen is leuk, lesgeven is leuk, regisseren is leuk. Vertel daar eens iets over. De combinatie? Ja. Het is leuk omdat het een combinatie is. Dus dat je, soms is het ook puur praktisch als het toneel wat wegvalt. Dan is er, zijn er films waar ik in zit of stemmenwerk. En lesgeven, dat doe ik heel graag omdat ik... Ik hou heel erg van mijn vak, van toneel. Wat het ook is. Toneel is niet één ding bij mij. Ik hou heel erg van mensen vanuit hun energie, vanuit hun kracht iets maken. En het dwingt mij om duidelijke woorden te gebruiken voor waar ik ze naartoe wil nemen. En, ik zeg altijd van ja, op de vraag wat is de bedoeling, want die krijg ik bijna elk blok wel, dan zeg ik, ik weet niet wat de bedoeling is. En dat weet ik ook echt niet. Maar zorg maar dat jij de bedoeling wordt. Dus ik vraag echt aan hun wat zij gaan doen. En daar ben ik in geïnteresseerd. Ja. En neem je dan mee wat jij vroeger op school zelf hebt geleerd, of wat je door de praktijk al gaandeweg ook bent tegengekomen, waaruit put jij zelf als je iets moet overbrengen? De toneelschool, dat heb ik echt. Ik was een spons. Ik dacht dat ik kon acteren omdat ik bij een amateurgroep had gezeten. Maar ik kon er helemaal niks van. En dat zei de directeur later ook. Hij zei, Bas, als jij al heel goed kon spelen, dan hadden we je niet aangenomen. En dat vond ik ook wel weer grappig. Maar toneel is zoveel meer dan op het podium staan. En je hebt zoveel disciplines. En ik wist dat helemaal niet. Er zijn zoveel mooie en ook slechte boeken geschreven over toneel. Er zijn zoveel meningen. Ik denk dat onze sector de meeste meningen heeft. Mm-hmm. Want iedereen heeft namelijk een mening. En dat is allemaal terecht. Daar vraag je ook om. Het is geen exact vak, bedoel je? Het is geen exact vak. Als ik in een voorstelling sta en voor 100 man en 100 man vindt het mooi, dan ga ik me zorgen maken. Dat kan helemaal niet. Mm-hmm. Het zou wel lekker zijn, maar het kan niet. Maar de toneelschool is 7 dagen in de week, 4 jaar lang, op je bek gaan. Fouten maken. En daar word je in gestimuleerd. Ik denk dat je daar een acteur in wording van wordt. En dan komt de praktijk. Dan wordt het ineens, is het gericht, we gaan dat stuk doen. De regisseur kadert het in. Zo gaan we het maken. Dus je moet het snel schakelen eigenlijk. Van oké, en in de taal van de regisseur gaan praten. Omdat er een product moet komen, het is een eindproduct, je moet leveren. Exact. Ja. En die weg ernaartoe, dat neem ik mee naar in de lessen. En niet dat we echt naar een eindproduct gaan, maar wat zou je allemaal kunnen doen? En op een gegeven moment maak ik een keuze van oké, we gaan het zo doen of we gaan het zo doen. En dat baseer ik op wat een leerling, een student, wij spreken, iets zwakker kan. Dus dan ga ik dat sterker maken. Zodat ze ook wat allrounder worden in hun gevoel. En betekent dat dan dat je eigenlijk, dat de tip is om er zo onbevangen mogelijk in te stappen? In een proces sowieso van spelen, maken, regisseren. Dat je gewoon eigenlijk open staat voor regie. Ja. Je eigen ontwikkeling, misschien je eigen ideeën parkeren en dan opnieuw beginnen? Nou ja, het is een flauw voorbeeldje, maar ik gebruik hem wel eens. Als iemand Donald Duck goed na kan doen, dan doet hij dat voor mij. En dan zeg ik, ja, dat is Donald Duck. Ja. Maar die hebben we al. Ja. Dus daar heb je niet zoveel aan dat je hem goed na kan doen. Als je scènes uit films neemt, dan willen ze altijd de scène uit de film die ze hebben gezien naspelen. Maar dat ken ik al. Mm-hmm. Nee, we gebruiken de tekst. Wat zou het nog meer kunnen zijn? En als we uiteindelijk uitkomen op
een beetje hetzelfde. Nou, dan is dat grappig of zo. Of, maar ik bedoel, daar ben ik natuurlijk bij om dat goed te regelen. Maar in goede banen te leiden. Maar nadoen, het is wel een tip voor een acteur om acteurs heel goed te bekijken en soms een beetje na te doen. Alleen, je moet het van jezelf maken. Dus eigenlijk zeg je, jij bent op zoek naar de eigenheid van een acteur. Absoluut, en de kracht van een eigenheid, ja. En is dat ook iets waar je voor pleit als je zelf moet spelen? Dat je dus altijd een eigen monumentje maakt van de rol die je op dat moment moet spelen? Ja, ik probeer altijd vanuit een soort rust te werken. En zeker met tekstrepetities ben ik vaak de vertragende persoon. Want ik wil altijd horen wat ik waar ik op moet antwoorden. En soms zijn er wel eens collega's van, ja, je tekst hoor. Ik zeg, ja, weet ik. Maar er staat niet dat ik meteen moet reageren. Dus toneelspelen is voor mij kijken, luisteren, zien en zijn. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk de vier pijlers. En daar zit onbevangenheid natuurlijk ook in. Want zijn op het toneel, dan, je bent jezelf plus iemand anders. Ja. En die iemand anders neemt eigenlijk het over van jou. Dus het commentaar wat ik zou hebben op een rol moet weggefilterd zijn. Om te kunnen transformeren. Precies. Ja. Precies. En hoe doe je dat dan bijvoorbeeld als je in een toneelstuk, want ik heb jou vaker gezien spelen, als je dat 60 of 80 keer of misschien wel meer moet spelen. Ja. Hoe zorg je ervoor dat je niet in die... Nou, het ligt er een beetje aan in wat voor productie je staat natuurlijk. Als het toneel is en als het niet zo commercieel is, waar de regeltjes heel strak zijn en waar je niet te veel tijd mag nemen. Dat je strakke cues hebt. Precies. Ja, ja. Als dat gewoon het toneel is, dan vind ik 80 keer spelen vind ik prima. En laten die première maar voorbij en dan kunnen we lekker het verhaal gaan spelen. Je wordt het verhaal. En de meeste verhalen zijn heel goed geschreven, zodat je nog steeds je soms kan verwonderen hoe goed het is geschreven tijdens het spelen. Het blijft een zoektocht, denk ik. Maar je kan ook over macaroni nadenken bij monoloog. Je hebt ruimte over. En het is de taak van een acteur, denk ik, om niet steeds naar het gevoel, bijvoorbeeld de zware emotie, toe te gaan. Want dan wordt het steeds groter, want op een gegeven moment ken je het. Er zit een bepaalde ontwikkeling in het toneelstuk. En dat is zo. Dat wordt niet nog meer tijdens de tour. Dus ik vind op tour gaan en het meer spelen vind ik te gek. Maar dat is toneelspelen. Herhalen. Ja. De rust vinden in je personage. En zeg je daar ook mee dat toneeltheater de basis is van spelen? Los van film, serie, dat het allemaal begint op de plank? Ja, ik ben wel geneigd om dat te zeggen, ja. Ja, het is ook het oudste vak naast prostitutie van de wereld. En dan eerst werd natuurlijk het nieuws gebracht. Maar dat werd op een podium gebracht. En natuurlijk ook met gebaren al. Dus daar is het ontstaan. Het is de oervorm van acteren. Is dat dan ook waar je hart ligt? Als je kijkt naar de... Want je doet zoveel verschillende dingen film en series. Ik vind filmen te gek. En het is een soort, zeker op locatie, het is een soort reizend circus. Alleen met film is het vaak alleen maar dit. Nou, dit interview is ook volgens mij alleen maar dit. De emoties zijn kleiner. Het gezicht is heel belangrijk. En je kan in de eerste draaidag met je sterfscène beginnen. Het is niet chronologisch. Mm-hmm. En het kan over. En het is vaak veel technisch en zo. En korte bogen die je moet spelen. Korte bogen. Ja. Vertrouwen op de microfoon, zodat de geluidsman af en toe kan bijschuiven. Zodat ik heel erg rustig kan blijven praten. En dan, dat kan op toneel niet, vind ik. Ik verafschuw trouwens ook microfoontjes op het toneel. Je vindt dat het zonde zou moeten kunnen bij, Want de meeste theaters zijn erop gebouwd om gewoon te kunnen reiken. Ja. En ik wil die afstand ook op het toneel horen. En ik vind zo'n dingetje vind ik gewoon niet goed. Vind ik gewoon lui. Ik vind het lui. Weet je nog waar het voor jou was begonnen? Ben jij ooit door een stuk gegrepen of een film waardoor jij zelf die passie voor spelen begon te voelen?
Of is dat niet iets concreets? Jawel, jawel. Nou ja, op de toneelschool kom je in aanraking met Beckett en Shakespeare en Molière en Tsjechov. En toen ik Tsjechov las, toen ik wist niet wat ik las. Ik vond het zo mooi. Tsjechov heeft het niet over helden, maar over eigenlijk anti-helden, zijn kleine helden. En het gaat zo over nu, vind ik. En het gaat zo over het leven en over... Er zit zoveel energie in, er zit zoveel levensvreugde in, er zit zoveel vragen in. Ik zal het mijn hele leven lang bij me dragen. Dat vind ik ook het toffe aan toneel en aan die stukken. Het kan je hele leven meegaan. Ja. En Tsjechov is in 1904 overleden. En dat ik het er nu over heb en dat ik mijn kinderen ga meegeven en zij misschien hun kinderen weer, dat zegt iets over de schrijver. En je studenten, want het is het materiaal wat je ook hier in de lessen gebruikt voor jouw presentaties. Het komt vaak terug. Nee, ik had een keer een discussie, of discussie. Kostja in de mail zegt, als Nina binnenkomt, mijn liefste, mijn droom. En hij zei, mijn liefste, mijn droom. Ik zei, wacht even, wat zeg jij nou? Ja, mijn liefste, mijn droom. Ik zei, jouw droom staat daar. Je droom, dat kan helemaal niet. Dat heb je altijd in je hoofd. Maar dat is, de perfecte droom staat daar. Je kan het aanraken. Oh ja, oh ja. Nou, en zo ga ik met Tsjechov en met theater om. Het staat er niet voor niks. Je kan ook zeggen, mijn schat, maar dan wordt het ook kleiner. Ja. Dus jij bent al, ik hoor gewoon, je bent gegrepen door taal. Dat is... Ja, ja, dat ook. Dat is dat... Ja, dat ook. Ja, ja, inderdaad. Ja. Dus de woorden, ik hoor ook, je vertelt ook dat je graag luistert naar wat waar je eigenlijk op moet reageren. Dus je bent heel met taal bezig. Ja, maar als je de mail zou kunnen samenvatten, dan denk ik dat mijn liefste, mijn droom, dat nou, die maakt echt wel kans om op nummer 1 te komen. Dat de mail is. Ja. En het heeft niet met de nadruk. Hè. Het is geen nadrukkelijke zin. Maar ik wil van de acteur zien. Ik wil zijn droom zien. En nou, die staat daarvoor. En hoe hij het interpreteert. En daar zit een soort rust in, vind ik. Maar en toch weer die eigenheid van die acteur waar je over vertelt. Maar je probeert wel een beetje te sturen omdat je weet... Want ik zie Nina ook. Ja. Dus ik zie zijn droom ook. Ja. Ja. Maar als een acteur dan even zo doet bijvoorbeeld... Ik vind het een prachtige beweging. Het is soms ook je hersenen even strelen of zo. En als hij dat in die scène zou doen, dan denk ik... Oh, ja, hij houdt zijn hoofd bij elkaar of zo, weet je wel. Hij is lief voor zich... Voor zijn fantasie. Zo ga ik er... Dat is wel grappig dat je zegt, want je hebt het steeds over de inhoud. En net vertelde je ook dat jij altijd... De inhoud is belangrijk voor jou. Ja. Heeft dat dan te maken met welk verhaal staan we te vertellen? Zowel als je regisseert, als je zelf ergens in staat dat je bezig bent met wat brengen wij over? Of is dat niet Ja, zeker. Maar een toneelstuk bestaat niet alleen maar uit tekst, hè? Als je les geeft en we hebben de Hamlet monoloog, dan zeg ik nou, wanneer je wil, dan komen ze op, gaan ze bijna altijd in het midden staan en dan halen ze diep adem en dan gaat hij beginnen en dan zijn ze bijna blij dat het voorbij is. En dan gaan ze weer weg en dan zeg ik, oké, zullen we het nog een keer doen, maar dan wil ik ook de loop... van de coulissen naar het midden zien, de gevulde loop. Want Hamlet is in mijn interpretatie, en volgens mij ook in die monoloog, een beetje een schuchtere man. Hij vraagt zich dingen af. Dus waarom loop jij regelrecht naar het midden toe? Is dat Hamlet? Ik wil die afweging zien. Ja. En ik wil elke stap meemaken. En dat is het repetitieproces. Op een gegeven moment zal die lopen. Maar ik wil de acteur er bewust van laten zijn dat wanneer je op het toneel bent, is alles te zien. En dat je jezelf in het midden positioneert, dat begrijp ik. Ja. Maar doet het personage het ook?
Ik denk dat dat ook jouw kracht is als docent en regisseur hier. Dat als ik in jouw repetities kijk, dat alles heeft een betekenis. Elke zucht, elke blik, elke draai, tot in detail heeft dat een betekenis. Ja, ja, maar het is niet zwaar. Want ik zoek heel graag de humor ook op. Ja, ja. En het gezamenlijk creëren. Ja. Van dus bij jou staan eigenlijk vaak alle spelers tegelijk op de vloer, omdat jouw visie is dat je het samen doet. Ja. Dezelfde, in dezelfde concentratie zit. Ja. Ja. Ja, en dat komt ook omdat ik het proces van de 7, 8 weken dat ik met een groep werk, wil laten zien. Want als iemand in een presentatie, want dat vind ik, toneelspeler wil laten zien waar die mee bezig is. Als ik ze in een presentatie af laat gaan, dan kunnen papa en mama en het vriendje of vriendinnetje hun niet zien. Dus ik wil dat ze mede het verhaal zien, ervaren. Dus ze gaan je niet af. Ja, het is dus gewoon je blijft op toneel. Ja, precies. En als jij zelf speelt, is dat voor jou ook belangrijk om zelf helemaal uit te zoeken wat die inhoud is, waarom je daar staat, waarom je dit zegt? Is dat allemaal voorwerk wat je doet? Of is dat ook een taak van de regisseur en doe je dat samen? Want jij bent altijd zo goed voorbereid en zo. Ja. Je weet precies wat je staat te doen. Nou, ik ben geen goede lezer in de zin van dat we met z'n allen 3 weken het stuk gaan lezen. Mm-hmm. Ik wil eigenlijk het liefst zo snel mogelijk de vloer op. Want op de vloer liggen de antwoorden. Niet de oplossingen, maar de antwoorden. Door te doen. Door te doen. Ja. Door echt te doen. Het is van wezenlijk verschil als je zit en je rol leest, of als je staat en je kent je tekst. Dat is een wereld van verschil. Laat staan dat je gaat lopen. Ik ben altijd geïnteresseerd in hoe zou mijn personage een glas wijn oppakken? Hoe rookt hij een sigaret? Hoe gaat hij zitten? Hoe wacht hij? En zijn dat dingen die je thuis ook al over nadenkt? Of ja, ja, dat gaat vanzelf. Dat gaat vanzelf. Dat is getraind. Het is soms heel frustrerend. Want ik weet zeker in de repetitietijd, na de 3e week weet ik het niet meer. En dat verwerk ik op mijn eigen manier. Maar ik weet het ook echt niet meer. Maar ik weet ook dat ik dat altijd heb. En gelukkig, naarmate je ouder wordt, herken je het patroon en blijf ik rustig. Ik laat het maar begaan. Ja. Maar je bent gewoon die rol. Je wil mooi spelen, maar je wil hem zijn. Dat is het meer. Je wil het zijn. Is het dan voor jou geslaagd, een productie? Ja. Als je dat hebt bereikt, zeg maar, dat je je personage bent, ja. dan is het af. Dan kan je het voor jou afronden. En ik zou hem altijd meenemen. Mijn verdere leven. Ja. Ja. Is dat dan, als je ouder wordt en meer ervaren acteur wordt, dat je dat allemaal meeneemt? Al die personages, al die ontwikkelingen. Ja. Als je weer iets nieuws moet spelen? Of hoe werkt dat? Nou ja, ik zou Oom Wanja nooit meenemen in een Molière. Of ik zou Aaron Waterman aan de vooravond nooit meenemen in Shakespeare. Maar ik kan niet ontkennen dat ik het ben. Dus dit is het lijf, dit is de stem. Maar ik probeer er zo neutraal in te gaan wat dat is. Maar je neemt je bagage mee van alles wat je hebt opgebouwd. Ja. Ja, ik zou heel graag Shakespeare willen spelen nu. Ja, ik merk dat ik er klaar voor ben en dat ik wil verdrinken in die taal. Ja, ja. Komt toch die taal weer terug. Ach, man, maar Shakespeare heeft geen decor nodig. Het is zijn taal. Ja. Dat het decor maakt. En ja, ik... Maar goed, het spelen emotioneert mij ook. Want het is het leven. Wij zijn verhalenvertellers. Wij willen graag het verhaal vertellen. En een goed verhaal overleeft ons ook weer. Dat is ook een troostvolle gedachte. Is dat waar de speeldrift vandaan komt? Dat je altijd verhalen wil blijven vertellen? Ja, mensen vermaken ook wel. Ja, want je wil ook toehoorders hebben. Maar
een toneelstuk, je hebt een toneelstuk en er zitten allemaal toneelstukjes in het toneelstuk. Met lesgeven, bij jou bijvoorbeeld, 8 weken, elke zondag, dan kan ik niet verwachten dat ze dat helemaal doorgronden. Dus ik zeg altijd, ik ben op zoek naar dat ene woord, naar die ene zin, naar die ene blik. Als die juist is, dan is het geslaagd. Want, en niet voor mij per se, maar voor hun, want ze voelen het. Ik kan me nog wel een paar blikken herinneren van actrices of acteurs, dat ik ineens denk, ja, dat is het. En je voelt het. En vaak is het zo, als mensen er helemaal in zitten, vergeten ze de tekst. En dat heeft met vertrouwen te maken. Maar ze voelen die energie. Er zit heel veel energie op de vloer. En dat is niet zweverig, dat is gewoon zo. Ja, je legt nu een beetje uit inderdaad wat er allemaal gebeurt. Wat zijn jouw tips, adviezen voor acteurs die in ontwikkeling zijn? Omdat je natuurlijk zelf zo'n enorme boog hebt gemaakt. Waarvan denk jij, ja, dit is... Nou, vraag je in ieder geval goed af waarom je dit wil. Ja. Wil je beroemd worden, dan wens ik je daar veel succes bij. En mijn enige... commentaar zou dan zijn, beroemd zijn is helemaal niet leuk, maar dat is... Het is geen vak. Het heeft niks met vak. Nee. Met je vak te maken. Als je 15 minuten wil schijnen op de rode loper, nou prima, daar heb ik niet zo'n boodschap aan. Maar weet goed wat je wil. Sta open voor docenten, voor regisseurs, wat ze van je vragen. En... Kijk veel. Kijk, als ik iemand lesgeef die zijn baan heeft opgezegd omdat hij acteur wil worden, en ik vraag hem, wat is het laatste toneelstuk wat je hebt gezien? Nou, ik moet nog wel een keer een toneelstuk bekijken. Dan heeft hij nog een lange weg te gaan, denk ik. Hè? Mm-hmm. En misschien vindt hij mij wel een vervelende zeur en een oude man en ik heb toch Netflix. Maar dat is iets anders. Dus kijk veel, lees veel. Maar ook als je naar je werk gaat, bekijk de omgeving waar je loopt. Er is altijd wel iets wat je opvalt. Schrijf het op, of niet, maar onthoud het in ieder geval. En maak daar een verhaal van. Dus sta open voor de wereld en voor jezelf. En wees niet bang om geconfronteerd te raken met wie je bent. Want dat is toneelspelen ook. En eigenlijk wat jij net zegt, acteren is het leven. Acteren is het leven. Mooie laatste woorden, Bas. Dankjewel. Dit was Bas Keizer.